Hoi, welkom bij de dagvideo van vrijdag 4 september. Mijn naam is Kirsten en naast mij staat Remco. Wij zijn dit weekend de Digital Port Reporters en gaan jullie alles laten zien wat er vrijdag en zaterdag gaat gebeuren tijdens de Port Stories 2020. Ja, we staan momenteel voor de basisschool De Watervlinder in Hendrik Ido Ambacht. En achter mij zijn ze druk aan het voorbereiden, want hier vindt namelijk dadelijk de opening van het educatieprogramma De Haven Komt Naar Je Toe plaats. Een voorrecht, zoals ik net bij de opening al vertelde, dat wij als school zijn uitgekozen om deze mooie opening te mogen verzorgen samen met het havenbedrijf in de Wereldhaven. Zeker. Ja. En het is natuurlijk mooi dat we aan deze kinderen kunnen laten zien wat we als marine en als mariniers allemaal in huis hebben. En er zitten hele nieuwe, hele mooie dingen bij in de virtual reality wereld. Dus ik denk dat die kinderen dat ook echt wel aanspreekt. Ja, en laten we eerlijk zijn, dat was natuurlijk ooit een keer ook waarom ik bij de marine en bij de mariniers ging. Ik wil gewoon dingen, ik wil avonturen, ik wil activiteit. Nou ja, dat is voor die kinderen natuurlijk prachtig dat ze dat hier nu op deze manier een beetje aan kunnen proeven. Port Stories 2020 is nu echt geopend en voor ons is het tijd om de haven in te gaan. Remco, vertel jij eens wat we gaan bezoeken. Ja, we gaan nu snel richting de Shell, want daar is de raffinaderij, de grootste raffinaderij van Europa hebben zij daar. Dat is de plek waar de benzine voor jouw auto thuis wordt gemaakt. Dus ik zou zeggen, Kirsten, kom we gaan. Ja, nou Sophie, wat leuk dat ik hier mag zijn. Waar zijn we? Ja, we zijn hier in Shell Pernis, welkom. En nou ja, het is een Shell Pernis raffinaderij in Rotterdam. En nou ja, we staan hier voor een van de nieuwste fabrieken. En ik wil jullie van alles laten zien, dus kom maar even mee. Nou ja, we hebben natuurlijk hele oude fabrieken die al jaren staan. Pernis heeft dus ook een leeftijd, maar dit is een van onze nieuwere fabrieken. En het is wel leuk om even te vertellen hoe die fabriek hier is geplaatst. Het is niet op een ouderwetse manier pijpleiding voor pijpleiding aan elkaar gemaakt. Nee, deze is eigenlijk in verschillende compacte units. Als je hier ziet, is een geheel met een boot via de haven van Rotterdam hier geplaatst. Ik zie hier achter heel veel pijpleidingen en ik zie daar wat opslagtanks staan. Zit daar dan benzine in of hoe moet ik dat zien? Nou, we hebben natuurlijk veel meer producten dan alleen benzine en diesel dat we maken van de ruwe olie. Zo hebben we bijvoorbeeld ook de grondstoffen voor de onderdelen in mobiele telefoons. En ook bijvoorbeeld handgels. Nu met corona hebben we desinfectiemiddelen nodig. Nou, de grondstoffen voor deze handgels die komen ook van ons, van Shell Pernis. We moeten snel afsluiten, want jij bent ook onderdeel van het educatieprogramma van de Wereldhavendagen. Wat ga je doen dadelijk? Ja, ik ga straks naar een basisschool en dan ga ik eigenlijk 5 uitleggen wat ik hier op een dag doe. En natuurlijk ook uitleggen hoe belangrijk de haven van Rotterdam is voor de industrie hier. Normaal gesproken staat duikbedrijf Weesmit op de kades tijdens de Wereldhavendagen. Vandaag vertonen ze hun kunsten op het schoolplein van PCBS De Rank in Rozenburg. Groep 5, 6, 7 en 8 krijgen gastlessen vandaag. En groep 8 mag zelfs een duik nemen in de duiktank. Hoe gaaf is dat? We gaan kijken hoe de leerlingen dat ervaren. Ik sta met 2 jongens uit groep 7. Wat vinden jullie ervan dat er een duiktank op jullie schoolplein staat? Vet, want ik wist niet dat dit eigenlijk wel er was. En hoe was het om zo'n pak aan te hebben? Heel zwaar. Ja? En hoe vond jij het? Ik vond het heel leuk. Vooral dat je zeg maar echt, je kon iedereen zien. Door dit te laten ervaren en de presentaties die we dan vandaag op school gegeven hebben, eigenlijk laten zien op een beetje op een speelse manier wat duiken nou daadwerkelijk doet. En zouden jullie willen werken in de haven later? Nou, ik ben daar nog een beetje over na aan het denken. Zoals jullie kunnen zien loopt het duikdek achter mij leeg en heeft duikbedrijf Weesmit de leerlingen een leerzame dag verzorgd. Remco staat op de SS Rotterdam om mij te wachten, dus laten we er snel naartoe gaan. Hey Remco. Hey Kirsten, hoe was jouw dag vandaag? Ja, het was een leuke dag. Ik ben bij PCBS De Rank geweest in Rozenburg. En daar was duikbedrijf Smit aanwezig. En de kinderen die mochten zelfs in de duiktank daar. Dus dat was eigenlijk heel erg leuk om te zien. Hoe was jouw dag vandaag? Ja, ik ben zelf bij de raffinaderij van Shell geweest. En ik vond het wel heel bijzonder om te horen dat dat dus de grootste raffinaderij van Europa is. Maar goed, vandaag is geweest. We gaan nu weer vooruitkijken, want morgen is het Digital Port Day. Zeker weten. Ja, morgen is er de Digital Port Day. We gaan jullie meenemen de haven in en wij zijn natuurlijk weer erbij. Ja, dus hou ons zeker in de gaten op social media en op onze website. En dan zien we jullie morgen.